Geert Arend Roorda, ja, als je dan toch een terugkomst in het betaald voetbal hebt, dan is dit wel een hele lekkere. Zo, ja, mag ik wel zeggen. Ik bedoel, je ziet de sfeer en zo in het stadion, dat was echt vanaf minuut 1 hartstikke top. En dat is echt een dikke plus voor de supporters. En goed, aan de andere kant, we hebben het ook afgedwongen. We winnen met 3-1 van Eindhoven. Eindhoven normaal gesproken een hele goede ploeg, vorig jaar zeker. Ik heb ze een paar keer zien spelen en heel verzorgd, heel goed voetbal. Alleen ja, die hebben natuurlijk ook een aantal spelers weg moeten doen. Dus ja, we kregen goed vat op de wedstrijd en dan win je hem. Ik denk dat jullie beter kunnen voetballen. Ik denk dat jullie niet harder kunnen werken dan vanavond, want daar lag het niet aan, hè? Nee, zeker. Als je ziet naar de bereidheid van de jongens, en dan heb ik het over echt iedereen. Vanaf de keeper tot de linksbuiten en de andere kant op. Het was echt leuk om hierin te voetballen. Jij zelf 65 minuten. Ik neem aan dat je die laatste 25 het liefst ook gespeeld had. Maar dit is denk ik wel verstandiger, hè? Ja, tuurlijk. Kijk, je wil natuurlijk elke minuut van de wedstrijd meedoen. En ja, aan de andere kant, ja, verstandig. Ja, wat is verstandig? Ik vind het niet gek dat ik eruit werd gehaald. Ik bedoel, weet je, ik heb een jaar geen wedstrijd gespeeld op echt niveau. Dan is dit wel even hartstikke lekker. En, ja, 65 minuten ben ik helemaal niet ontevreden mee, hoor. Waar ben je het meest tevreden over voor wat betreft je eigen spel? Ja, ik voel mezelf aan de bal prima. Ik bedoel, weinig fouten gemaakt. Was vast en rustig in balbezit. Waar ik zelf kritisch over ben, is dat ik mijn power nog een beetje, dat ik daar nog naar op zoek ben. Dat ik echt kan pendelen en echt voor de goal kan komen. En dat, ja, weet je, dat, daar heb ik gewoon wedstrijden voor nodig. En ja, weet je, dat komt wel. Volgende week Emmen uit, beide ploegen winnen. Dat wordt een leuk duel daar, want ook Emmen heeft een aardig ploegje. Is het zo? Ik ken Emmen op dit moment helemaal niet. Dus dat wordt deze week lekker relaxed kijken. Maar ik bedoel, weet je, we zijn nu met vandaag bezig en we hebben 3 punten op zak. En kijk, beter kan je niet beginnen. Ik bedoel, dat is hartstikke lekker voor iedereen. Het creëert een beetje rust, een beetje vertrouwen. En ja, dan gaan we naar Emmen en dan zien we het daar wel weer.